Straits, Hedy en Marshal vormen samen de groep Manna. Een nieuwe gospelster aan het firmament zou je kunnen zeggen. Hoewel als formatie bestaan ze al wat langer onder de naam Stoney's Aphrodite. Optredens in Avro Stopop, Trosparade der Beste. En daar herkennen misschien een aantal van jullie deze drie mensen van. Nu zingen ze gospelmuziek. En Grace, jullie denk ik zijn geïnspireerd als ik zo naar jullie kijk door een paar muziekgroepen uit Amerika. Ja, er zijn een Silver Wind en een Second Chapter of Eggs. Ja, zijn ook beren goede groepen. Hè? Ja, heel goed. Ja. Proberen jullie ze na te bootsen of zeg je van nou, we proberen ook juist een eigen stijl daarin te ontwikkelen? Nou, absoluut niet nabootsen. Wij hebben geprobeerd om een eigen sound te creëren en dat is wonder boven wonder goed gelukt. En we wilden gewoon dat Amerikaanse niveau halen en dat is heel goed gelukt. Ja. Voor deze keer een tv optreden als gospelgroep, hier bij Slag bij Doorn. En Marshal, jij bent eigenlijk de motor achter de groep. Jij schrijft de liedjes zelf, je componeert ze zelf en je hebt ook een lange muzikale carrière. Want je hebt gewerkt met heel wat Nederlandse muzici, noem zo eens wat namen. Dat klopt Jan, ik heb gewerkt met onder andere Debbie, Tietjen, Oscar Harris, Blue Diamonds, Tambo Weeds, noem ze maar op. Ja, en nu dus een andere soort muziek, gospelmuziek. Wat probeer je daar in één zin mee over te brengen? Nou, ik probeer in praktische zin in de tekst te verwerken de naaste liefde die wij moeten bedrijven ten opzichte van onze vrienden, relaties, kennissen, iedereen. Ja, werk aan de winkel, hè? Heel wat werk aan de winkel, ja. Nog even naar jouw vrouw, want dat ben je, Hedy. Wat is het volgende lied wat jullie voor ons gaan zingen? Wij gaan nou brengen Dream Delight. Walking on a still sunset beach, sunshine low, out of reach of all. Such a dream delight. Climbing up the hill, side by side, watching rivers flow, deep and wide of all. What a dream delight. Anything you see is created out of love. Let's do it.